met Daniel van Eck. Ja, ik was even zeuren op die kloten van een verdalen. Zo'n leraar Engels van mij. En die gaat volgens mij alleen maar op om iemand slechte cijfers te geven. Want hij zorgt alleen maar dat je steeds slechtere cijfers krijgt. En dat je gewoon zorgt dat hij blijft zitten. Zo'n vieze, vuile teringhond is het gewoon. En hij moet dus gewoon eens een keer hogere cijfers geven. Anders kom ik dus kremen voor zijn bek schuppen. Met Irma Inde. Ik wilde vragen of de heer Nijman vanuit Haarlem mijn man eindelijk eens een keertje wil gaan betalen. Die wacht al maandenlang op zijn geld. Hier volgt een muzikaaltje voor de guest. Al gaan de geboortes nog zo snel, in Bosnië compenseren ze dat wel. Ja, ik wou eigenlijk even schelden op Jomanda. Nou, ik vind het gewoon een vuile, afgetrokken kut. Ik heb gewoon een hier een dildo, die heb ik gewoon helemaal opgeladen. Die zou ik wel in de reet willen stampen. Vuile toverhoer. Denk echt dat het een toverhoer is. En dan wil ik ook nog heel eventjes mijn agressie kwijt op de Zwolse Algemene. Dat is een maatschappij, een verzekeringsmaatschappij. Wat een vuile, smerige, hoerige maatschappij is dat. Ik walg ervan. Ik kots erop. Ik kan ze wel allemaal onderkotsen. Vuile, hoerige, vuile, stinkkutzooi. Bye-bye, kids op alles. En dan wil ik nog even die inbrekers. Nou, dus hebben hier 2 weken geleden bij me ingebroken. Nou, daar kots ik op. Daar kots ik op. Wat een vuile, stinkende, vuile stinkhufters. Hier met de gifmenger. Iedere keer als er de zeurdoos op de radio is, dan staan ze bij die speaker te luisteren. Dan wordt er helemaal niet gewerkt. Werk toch eigenlijk door! Ja, goedendag met Johan. Ik wil die Wolvers van de datumgroep uit Rotterdam even de tering wensen. Hij is wel brandweerman, maar de enige brand die hij blust is tussen de uitzendkrachten de benen. Het huis van het stroep. Ik wou nog even één ding kwijt, Jack. Voor het nieuwe jaar, voor het zesde van stroep. 20 meter van elkaar. Aha, ik heb nog zo gezaaid. Praat geen Arabisch. Ja, Marco, wat grote broek. Ik wou eens even een tuil volgen hier over Vincent de Waard, grote broek. Die overdwars de baarmoeder gestruikelde tuinrol. Die vorige week te verkondigen dat hij een tweeling zou hebben. Notabene via de radio. Nou, volgens mij is het enige wat hij heeft een druipen van Ieder de Roermond en weer terug. Dan krijgt hij dat mislukte trollensteeltje met 12 vertakkingen niet omhoog. Maar dat komt natuurlijk door de stress dat alle haren van zijn kop afvallen. Maar ja, misschien kan hij wel aan stiel. Kan hij wat nieuw gras op zijn schedeldak hij laten toveren. En anders trekt hij maar een puntmuts over zijn kop aan. Die mislukte tuinkabouter. Ja, hallo, je spreekt met Fransjan. Ik word helemaal scheidziek van al die schijnheilige klootzakken die het hele jaar lopen ze met een zoggerijnige smoer rond. En nou met de kerst gaan ze zich schil kopen van die zogenaamde gezellige kerstprulletjes. En als toppunt zetten ze een boom in hun kamer met van die parelsnoeren erin en blauwe en rode en gele ballen oprotten allemaal met die rotzooi. Doe het hele jaar maar eens een keer normaal, sodemiet erop. Kut, koning, kut, koning. Koning is een bokken. Ja, hallo, ik heb eens een vraagje. In de winter is het altijd zo, je voorruit zit altijd vol met ijs. Er is een vraag, zou jouw man daar mijn voorruit kunnen instralen, zodat ik soms niet meer hoef te krabben? Jee, je bent er een kanaal uit Tilburgen. Ik kom even geuren over vuile vieke ambtenaar. Wil Groot uit Etten-Leur, die bij de DSW werkt. Je hoort een mensje uit de kloten zit, dat moet godverdomme hij kapot werken. En als hij doorwerkt, dan krijgt hij met de houten godverdomme aan tegen eigen volk. Maar dan moet hij mij niet flikken, dan kom ik hun in de vlielenwagen. En voetballen ken je ook niet uit Etten-Leur. Zullen we op, hij kan vuile vieke badmuk. Ik dank u. Hallo, met Peerken uit Helmond. Ik wil even verschrikkelijk zeuren over die Joepen Tilburg. Want die vent die verpest ons hele Brabantse leven met zijn gezeik op de radio, die tyfusleier. Dat maak ik zelf wel uit. Het Brabantse land in zijn leven komt goed. Het land waar ik veel van me houd.
Die eiken die komen, daar heeft tegen Brabant. Jij bent een boer en een lul. Dank u. Goedemiddag iedereen. Hebben jullie het grote nieuws al gehoord? Arno van der Steen die heeft verkering, jawel. Ja leuk hé, dat we zo'n lekker verkering bij elkaar hebben. Hey ik, met Roy van Kleef. Wij mogen altijd maar zeuren en klagen en zo, maar ja, jij moet je eigenlijk altijd een beetje inhouden. Ik vind eigenlijk dat in het kader van de kerstgedachte de rol maar eens omgedraaid moet worden. Dat jij eens een keertje alles eruit mag gooien. Dat vind ik een goed idee. Vind je een goed idee? Ja. Zal ik beginnen? Ja. Met de zeurdoos, roep de naam en zegt u het maar. Met Jack Spijkerman uit Amsterdam. Ik wou even mijn ei kwijt. Doe dat maar, dat ja. Krijg toch allemaal de tyfus en het heen en weer met dat gesodemieter het hele jaar door. Ik ben een godsamme ziek samen met de tyfus tering touw. En allemaal gesodemieter. En hebben we opgerot en hebben het andere mijn broer en dan had ik ook nog even mijn zuster. En dan allemaal een verwekvoud de tering tyfus. Dat was het? Ja. Dank u. Graag gedaan. Nou, deze Stenenbeenshow werd gepresenteerd door, medegemaakt door Gerry Jungen, Roel Koeners, Jeroen Valloon, Peter Cornelissen, Pieter de Bruin en Peter Clement. Zometeen Carola, en die was ik vergeten te noemen in het rijtje met de beste luistercijfers op de radio. En daar hoort ze wel degelijk bij. Ik zal maar eens luisteren vanmiddag tussen 2 en 3 naar Carola. Morgen dus in Zeezicht, Karin Bloemen met de hele band. Kom in tijd, kom op tijd. Volgende week een hele bijzondere aflevering van de Stenenbeenshow. Allerhande hoogtepunten, kerstmixen, conferences, dolle pret en dikke lol. Jomanda is over en uit, maar de actie Frankrijk uit gaat door. Ik wens jullie allemaal een heel prettig weekend en tot...